De rode loper was echt wel super chic, dat moet ik toegeven. Maar naar het schijnt is hier ook nog een heel hip feestje bezig. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ik zoek het even uit. Sex and drugs and rock and roll. Het is eigenlijk officieel de allerlaatste nieuwjaarsreceptie in het pop- en rocklandschap. Laura Lynn en Clouseau, maar ook Deus en Milk Inc. En dat allemaal onder één dak. Is het hier de party voor jou van het jaar? Van de dag wel, de party van de dag. Ja, iedereen is er nog, hè, blijkbaar. De mannen van Deus zijn er nog en ja, dan is dat rock'n'roll verzekerd. Hè. Ik ken niet de definitie van rock'n'roll, dus ik kan er niet op antwoorden. Ja. Ik kan u wel zeggen dat het bijzonder saai is. Wat ga je bestellen, jongen? Een glas water. Dat kan niet. Jawel, dat is perfect mogelijk. Met ziek kava. Een suikerwater. Ja, liegebeest, man. De Mia's jong, super tof, maar ik moet wel eerlijk zeggen, die muzikanten van tegenwoordig. Braaf! Maar enfin, het zal voor volgend jaar zijn. Doei!